Hoe voelt dat om weer in Duitsland te rijden? Hoe voelt dat om weer in Duitsland te rijden? Hetzelfde als in Frankrijk. Alleen mag je in Frankrijk iets harder. Wij mogen met onze aanhanger in Duitsland maar 100 rijden. En in Frankrijk mogen we keihard. Ja, maar dat doen we niet, dat is niet fijn. Nee, maar daar heb ik al het laatste stuk nog 20 gereden. Oh echt? Heb je niet eens gewerkt? Heb je niet eens gewerkt? Nee, dat gaat super met de bonnetje. En hier mag je, officieel mag je hier maar 100 met de aanhanger. Ja. Met deze aanhanger, ja. Omdat we zo'n sticker erop hebben. Ja. Maar voor de rest, ja, het is hier wat drukker dan in Frankrijk, hè? Het was lekker rustig overal. Ja, een goede reis gehad. Ik denk, oh ja, lekker eigen bedje. Het is ook altijd weer heel erg fijn om in je eigen bedje te slapen. Weet je wat, dan verhuizen we dat bedje ook. Ja, we verhuizen het bed ook. Maar dat is altijd heel erg fijn. En je hebt ook een beetje weemoed. En je denkt, oh, het is hier maar 10 graden. 9. Ja. 9 nu? 9 graden. Gaan we al terug? Ja. Zo snel wie mogelijk. Ja, mensen. Wie wat bewaart, die heeft wat. Dit is het pakketje, weten jullie nog? Wat ik van Peter en Heidi heb gehad. Wij zijn natuurlijk inmiddels al een tijdje thuis in Duitsland. Voor te bereiden richting Spanje. En ik heb op Las Torres gewoon geen tijd gehad om te genieten van al die heerlijke biertjes van die lui. Dus even wat licht uit de lens aan en zo. Dus, Peter en Heidi, ik ga ze zeker nu hier in onze laatste maand in Duitsland ga ik ze proeven allemaal. Ik ga ze niet allemaal in een vlog doen, denk ik, want we hebben het zo druk hier. Ik zal waarschijnlijk 's avonds moe en uitgeput van het uit elkaar schroeven, verzamelen, inpakken, zal ik er af en toe eentje drinken. Ik ga er zeker van genieten. Nogmaals dank en... Daar houd ik het dan bij. Dan ga ik er geen proefsessies over maken. Als jullie het goed vinden natuurlijk, hè. Dus daar blijven we dan bij. Nogmaals dank en tot ziens. Ja, kijk. Op de camping kregen wij op een gegeven moment bezoek van Hilde en Wiek. En die kwamen dit prachtige bierpakketje 1923 brengen. Ambachtelijk bier uit Gouda. Ja, ook nog geen tijd gehad om te proeven. Dat ga ik ook doen. En de kaas... De kaas die hebben we wel al opgegeten en die was heerlijk. Dus ook die biertjes ga ik later proeven. Ook dat ga ik denk ik niet veel meer, we gaan het zien. Misschien dat ik aan het einde, als ik dan nog kan praten, laat weten hoe alles geweest is. Nogmaals, heel hartelijke dank. En ik ga ervan genieten. What you doing? Handzame pakketjes van maken. Hmm. Hoe gaat het verder met je, Ruud? Goed. Beetje warm. Het is heel zonnig vandaag. Ja. Oh. Dus, in de tuin bezig. Ja. Spulletjes. Leuk, hè, alles in elkaar schroeven. Ja, vind je het leuk? Ik wel. Dan weet ik tenminste hoe alles in elkaar zit. Als je het nog kan herinneren dan. Heb je de bouwtekeningen bij gemaakt dan? Ik heb foto's gemaakt met mijn ogen. Met je ogen, nou. Ingespand. Ik ook. Ja, het voorjaar gaat hier ook beginnen. Voor het eerst sinds we thuis nog de zonnepanelen naar buiten zijn. En verder zijn we aan het rommelen. Aan het afbreken. Ja, stofhappen. Ja, dat ook. En hele vieze handen krijgen. Ja. Dit heeft natuurlijk altijd buiten gestaan, dus het is helemaal vol met zand. En... Ja. Maar kijk, dan zijn de verhuizers weer blij. Handzame pakketjes. Ja. Niet dat het moet, maar omdat het kan. Precies. Goedemorgen.
16 maart. Gisteren hebben we dus... Of gisteren of eergisteren, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, we hebben de aanhanger als eerste online gezet om te verkopen. Ik geef de camera omdraaien. Ja, de aanhanger is als eerste in de verkoop gegaan met het idee dat als die niet verkocht wordt, dan kunnen we de bus ook niet verkopen, want hij moet wel getrokken worden. Want we hadden bedacht, als we niks verkopen, dan gaan we maar in kolonnen naar Spanje en dan gaan we gewoon zien of we ze daar allemaal geregistreerd krijgen. Ruud is nu, ik denk, een proefrit aan het maken met de koopman, de aanhanger, binnen 2 uur. En die meneer, moeten jullie je voorstellen, wij wonen zeg maar halverwege de wintersport. En die meneer die komt dus vanuit de wintersport. En die zou dus vandaag komen. En wij dachten, oh, die komt ergens in de middag. En toen kregen we een berichtje. Ik ben er al om 9:30. En die meneer heeft ook een busje en die heeft dus vannacht in zijn bus geslapen. Gisteren, dat is dan vrijdag, zijn dus en de camper en Buske online gegaan. En ja, morgen komt er ook wel iemand kijken, dus ja, gekkenhuis. Nou, ik ben dus voorzichtig positief. Maar wel een heel, heel, heel gek idee. Dus ik ga maar aan de koffie. Ik heb, zoals jullie net zagen, het ADHC kouvertraak al in orde gemaakt. En dan... is de eerste verkocht. Gek hoor, heel gek. Ja, heel gek. Ik ga even koffie drinken. Ik wil jullie even het weer laten zien hier. Ja, mieze regen. En jullie zien daar ons carport. En in de carport heb ik een winkeltje ingericht. Ik kan het natuurlijk wegbrengen. Spullen die we niet meer willen hebben. Maar dan zet je het gewoon aan de kant. En dan... kunnen ze gewoon van alles doen. Oh, kijk. Ik... Ruud in de regen. Die is even de aanhanger aan het voorbereiden. Of in ieder geval de trekhaak met van dat chapspul. Spannend hoor. Ze gaan de aanhanger er al achter zetten. Nou. Mooi bus, hè? Hele mooie bus. Maar ik moet nog even toestemming vragen of ik hem mag... Of ik hem mag filmen. Ja. Dat bruine op die bus is, is folie. Het is een zwarte bus. Die is gerapt dan of zo? Ja. Cool. Nou. Langzaam, langzaam. Hij krijgt een hele mooie bestemming. Ook bij een busje. Een Volkswagen busje. Nou, hoe leuk is dat? Dan zeg ik veel dank. Ik zeg ook veel dank. Ik wens je ook veel geluk daarmee. Dank je veel. Veel spaas wil ik ook. Ik freu me. Veel geluk daarmee, ne? Goede vaart. Dank je. Daar gaat hij. Denk ook weer. Hij is dus verkocht aan een T6 is het volgens mij. En, oh, T7, die heb je dus ook al. En die is dus aan de onderkant, ja prachtig, die is aan de onderkant dus gewrapt. Nou, we wensen hem een hele veilige reis. Aardige man. En er komt dus een quad, zo viel bijna, er komt dus een quad in. Geweldig. En... deze familie komt origineel uit Turkije. En dan kunnen ze mooi naar Turkije rijden en dan quad rijden. Nou, hoe leuk is dat? Dag de bonneke. Dag de bonneke. Oh, mis je nu al. Doei doei. Ja. Dat was het eer de bonneke, hè? Ja. Heb jij die meneer nog verteld, de druklast op de kop, op de, hoe zeg je dat, de last? Dat staat op de papieren. Op de papieren, oké. Okay. Ja, ja, maar dat je gezegd dat hij nu al zal hobbelen onderweg. Jo, maar dat, ja, dat weet iedereen, met de lege aanleiding om hobbel je. Okay. En er zijn kwatten die erin gaat zetten, weegt maar iets meer dan 400 kilo. Dus als hij die mooi naar voren zet, dan... ik weet niet hoeveel, hoeveel druk er op de aanhang trekhaak moet van een T7. Dat moet hij zelf bekijken.
Dan doen we de garage dicht. Ja. Doe maar. En we gaan naar binnen. Gezien, joh. Ja, hey, we gaan naar Spanje. Het is goed. Ja, we gaan naar Spanje. We gaan naar Spanje. Hoezé. Nou, step one is genomen. Aanhangen weg en weer door. De caravan staat klaar om afgemeld te worden. En zet even de deur op de knip. En dan ga ik eens heel even naar de camper toe. Want daar rijdt hij hoor. Of daar zit hij. De camper komt natuurlijk uit zijn winterslaap. Dus die gaan we even kijken of alles het nog doet. Hij staat inmiddels online. Morgen hebben we al 2 kijkers, dus wij verwachten dat het ook goed gaat. De bus wordt wel heel veel naar gekeken, maar dan moet ik zeggen, daar is gewoon veel aanbod voor in Duitsland. Dus we hebben geduld. Hij doet het nog. En dan kijk ik altijd even hier of het goed gaat met deze paal. Nou, locker op zijn Duits gezegd. Ja, hier, ik denk als deze verkocht is, daar zal ik toch best wel veel last van hebben. Kijk, de bonneke was gewoon heel fijn. Maar ja, daar had ik een minder emotionele band mee dan met deze. Nou ja, we zijn er gewoon samen over uit dat we naar een tussenmaat gaan. Omdat we, als we in Spanje wonen, hebben we gewoon dit niet meer nodig. Dus dan moet je gewoon keuzes maken. En dat doen we dan. Ga eens heel even blikken. Het doet het. Hoe voelt dat? Groot, man. Ja. Heb je dan niet zoiets vergaan? Echt wel, ja. En hij ruikt lekker naar schoonmaakmiddel. Je hebt goed je best gedaan. Ja, terwijl ik heb dus alleen maar, ik maak altijd alleen maar gewoon met water. Het ruikt echt schoon. Ja. Onze rapido. Zullen we dan toch maar met de camper weggaan? Ja. Of zullen we hem toch maar houden? Nou, we gaan hem even laten pruttelen. Ja. Even een stukje gereden, dat ging heel goed. En Ruud is nu even aan het kijken, want we hadden natuurlijk die schapenvellen. Die zaten met bretels vast. Maar ik denk van het schoonmaken dat er toch wat vocht. Je hebt te veel schoongemaakt. Te veel. Dat zei de dealer ook, hè. Onze camper die ziet er gewoon uit als nieuw. Maar ja, we zijn er ook gewoon altijd heel zuinig op geweest. Dus daarom is het ook zo dubbel om er afscheid van te gaan nemen. Gaat het eraf? Met moeite. Maar of het er helemaal af gaat, weet ik niet. Maar verder, ja, dit is gewoon zo'n fijne camper. Dus misschien komt in Spanje wel dezelfde terug. Of niet. Mm-hmm. Wij willen naar een iets kortere, dat is het plan. Maar, zoals jullie weten, bij Camper Douwe is een plan altijd weer om bij te kunnen stellen. Meestal is ons plan pas de eerste stap naar de uitvoering. Ja. Nou, ga je dan maar even poetsen. Ja, het is ietsje minder, maar. Nou, als iemand nog tips heeft, ja. Laat het maar weten. Maar ja, ik denk dat hij tegen die tijd verkocht is. Als het goed gaat, als die mannen morgen. Fingers crossed, hè? Ja. Kijk, als die morgen meteen zeggen van ja, ja. Is goed. Ja. Nou, we wachten maar weer af. Ja. Good morning, buenos dias. Het is een prachtige zondag. Goedemorgen, vergeet je. Ja, dat klopt. We zijn er steeds. Goedemorgen, maar jij, wij vullen elkaar aan. Ja, dus. Precies. Ja. Hoe gaan wij? We gaan goed. Ik denk dat we voorliggen op schema, op één gebied misschien nog niet helemaal.
En dat is natuurlijk het naar Spanje en in Spanje je dingetjes regelen. En we hadden daar een idee over trouwens. Wij zitten erover te denken om één nieuwe serie vlogs te gaan maken. En die gaan we gewoon noemen Emigreren naar Spanje. Hoe of wat zijn de fuck-ups? Piep. Wat do's en don'ts, dat soort ideeën, weet je wel. Kijk, wij maken natuurlijk de meest aparte dingetjes mee. En dat zal iedereen wel meemaken. En wij denken dat het zinvol is voor mensen die gaan emigreren om zoveel mogelijk informatie te kunnen krijgen. Als je bijvoorbeeld kijkt van hoe hebben wij onze NIE verkregen. We hebben 100.000 adviezen gehad, maar we hebben het op een manier gedaan die ons het beste leek. Noem nog eens een zijstraat. Hoe ga je om met het zoeken van een advocaat bijvoorbeeld? Hebben wij iets heel vreemds mee meegemaakt. Neem vooral een advocaat. Maar de manier zoals wij het hebben gedaan is waarschijnlijk weer net wat anders dan een ander hebben gedaan. Dus zo bouw je, denk ik, mogelijkheden voor andere mensen ook. Ja, dus het idee is, hoe zou het moeten volgens het boekje? Hoe kijken wij daar tegenaan? Hoe zijn we het gaan doen? En wat is er gebeurd? Zoiets. En dan zo van, nou ja, weet je, mensen, wij zijn ook gewoon maar mensen. En we doen, we denken dat we het goed doen, maar dan nog. En dan zeg jij ook van, doen wij het volgens het boekje of kan volgens het boekje? Maar ik heb al gezien, er zijn zeker 7 verschillende boekjes. Ja. Dus welk boekje is dan correct, weet je wel? Ja, ja. Dus ik heb al wel gehoord, dat is les 1. Je hebt verschillende niveautjes van wetgeving en regelgeving in Spanje. Europees, nationaal, onafhankelijke regio, provincie, dorp, straat en dan de belangrijkste, het humeur van de persoon waar je mee te maken hebt. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Les 1. Ja, ja. Kijk, het is nu, we zitten op 17 maart. Ja. Ja, 17 maart. Wij weten inmiddels wanneer wij gaan verhuizen. Dat is dus midden april. Dat is nu ook vast. Dus dat is wel heel fijn dat we daar nu een datum voor hebben. Want dat is ook nog zoiets, hè? Verhuizen. Ja. Hè, want dan krijg je ook van, oh, je moet niks meenemen. En nou ja, wij gaan dat ook weer anders doen. Dus zo heeft ieder zijn dingetje. En wij gaan dus onze, ja, de manier zoals wij het hebben gedaan, dat gaan wij delen met jullie. Ja, en de reden dat jij zegt van je moet niks meenemen is dat heel veel mensen kopen in Spanje een volledig gemeubileerd huis. Ja, dat is ook en, zo. Ja, daar kan ik wel wat mee. Maar wij hebben door de jaren heen hebben wij spullen verzameld in huis waar we allemaal herinneringen aan hebben. Dat zijn spullen die ons dierbaar zijn. En alvast een tipje van de sluier. Een goed bed is in Spanje ontzettend moeilijk te kopen. Hebben wij gehoord? Gehoord. Of het zo is, is natuurlijk weer wat anders. Maar dus ontzettend, ja. ons ontzettend goede bed gaat gewoon mee naar Spanje. Precies. Weegt 6 ton, maar ja, je hebt er wat. Ja. We gaan het hierbij laten, we gaan de vlog afsluiten. Ja. Maar er komt dus een nieuwe serie waarbij wij per onderwerp gaan behandelen. Hoe moet het, hoe kan het en hoe doen wij het? Ja. Ik ga de camera even omdraaien. En dan ga ik heel even hier naartoe. Wat ga je dan doen? En dan zeggen wij toedeledokie. Ja, zoiets. Bedankt voor het kijken, mensen. En tot de volgende. Tot de volgende. Doei.